44% van de ouderen in Tiel voelt zich regelmatig eenzaam. Een van de redenen dat enkele individuelen uit Tiel, ondersteund door twee raadsleden, sinds enkele jaren extra aandacht besteedt aan de Jaarlijkse Dag voor Ouderen. Het is een puur Tiels initiatief uh, om mensen die, uh, die toch uh, ja, tegenwoordig zeer, zeer lang zelfstandig thuis moeten blijven wonen, een leuke verwendag uh, te realiseren. Ook dit jaar werd er een bijeenkomst georganiseerd in restaurant De Betuwe. Die bestond uit een drie-gangen-diner, lezing en entertainment. Er waren ruim 150 deelnemers. We zijn steeds meer eenzame ouderen. En uh, we willen die mensen uit hun isolement halen. En ook een leuke dag bezorgen. We doen dit al een aantal jaren. En gelukkig met een stukje subsidie van de gemeente Tiel. En een goede subsidie ook van het oudburgerman en Vrouwengasthuis. Hopen we dit nog jaren voor onze mensen te kunnen doen.